Hier loopt hij. Hij rent naar buiten. Lopen, hij is naar rechts gegaan. Oh, kut. Ik ga erachteraan. Ren. Gaan we knallen? Ik kan niet rennen. Ik heb hem volgens mij zijn been geraakt. Oh, there we go. Helemaal leuk jullie kijken naar een nieuwe video van ons, Fireco Killer J en Fireco No Way. En we gaan vandaag weer een hele toffe, zelfverzonnen missie doen. Nou, laten we in de game duiken. Zoals je ziet, Killer J staat hier. Hij is heel erg bruin geworden en heeft een prachtig hoedje op. Vertel eens, ben je op vakantie geweest of zo? Misschien. Dat was mijn vrije tijd. Dan hoef jij toch niet... Nou, oké. Okay. Ja, okay, ik vertel het wel. Ja, ik ben naar Afrika gegaan. Een eiland vlakbij Afrika, Gran Canaria. Daar heb ik een tijdje gezeten. Oh, dat klinkt best wel chill. Ja, dat was het ook. Ja. Ja. Ik ben jaloers. Mijn poppetje heeft wel een eigen boot. Dus misschien kunnen we daar de volgende keer heen varen. Het wel een stukje varen. Maar ja, we hebben een mooie jacht. Chill zijn. Ja. Maar vertel, wat is het probleem vandaag? Want we hebben eigenlijk een probleem. We moeten namelijk een probleem oplossen. En dat moeten we doen door middel van iemand... vertel jij het maar. Oké, nou ja, ik kreeg dus een telefoontje van Trevor, onze grote vriend, waar we heel wat voor gedaan hebben in onze opkomende tijd eigenlijk in Los Santos. Toen wij nog kleine crimineeltjes waren, die eigenlijk nog maar een kleine jobs gingen doen. En we hebben hem leren kennen bij de heist natuurlijk, hè, toen we die hele grote missie voor hem hebben moeten doen. En hij zei dat we nog wat van hem te goed hadden, omdat we drugs toen zijn kwijtgeraakt in de missie. Ik weet niet of je dat nog weet. Ja, lang geleden. De FBI, die kwam eraan. Ja, de FBI kwam eraan. Nou ja, drugs weg. En hij zei van, weet je nog wat ik toen met die hele grote incestfamilie heb gedaan? Met dat grote houten huis. Want dat was het gewoon. Voor mij was dat kaboom. Dus ja. Ja. Nou, hij heeft dus weer problemen met zijn drugshandel. Hij heeft een concurrent, een hele grote drugsbaron hier in Los Santos. En die concurrent van hem, die heeft dus een corrupte agent die hem steeds informatie geeft waar de politie is en waar de patrols zijn en waar hij het beste zijn drugs kan, welke haven en zo. En ja, die corrupte agent, die moet zijn oogjes vanavond dicht doen. Oké. Wat hij tegen ons zei. En als wij dat niet gingen doen, dan in dit mooie jacht wat je nu onder ons langzaam weg ziet vagen, dat zal er dan niet meer staan morgen. Oh, dus hij wil aan mijn jacht. Oké, dus we gaan naar hem luisteren. We gaan vandaag doen wat Trevor zegt. We leggen ons erbij neer. Nou, als jij je jacht van 12 miljoen niet wil verliezen, zou ik maar doen wat Trevor zegt. Ik was behoorlijk overtuigd. Hij klonk behoorlijk angst aan jagen bij de telefoon. Ja, Trevor die heeft altijd wel problemen met zijn drugshandel. Hij heeft het gewoon niet goed voor elkaar. Hij denkt dat de enige manier is om zijn concurrenten uit te schakelen. En misschien moet Trevor gewoon eens zorgen dat hij betere shit heeft. Want ik denk dat er een reden is waarom dit niet zo goed doet. En dat andere drugsbazen misschien meer spullen verkopen als hem. Ik denk dat het gewoon niet goed voor elkaar heeft. We moeten eens even kijken voordat we alles kunnen gaan doen wat we vandaag moeten doen. We moeten namelijk iemand uitschakelen, namelijk een corrupte politieagent. Denk ik dat het even handig is om eventjes onze ammo bij te vullen en even wat kogelvrije vesten mee te nemen. Want ja, een corrupte agent aan gaan vallen. Ik weet A niet of die gewapend is. En B, ik weet ook niet of het zo handig is. Want voordat je het weet heb je het hele politiekorps achter je aan. Dus laten we even richting de ammunition gaan. Even kijken, waar zit er een in de buurt? Laten we even deze pakken. Hier zit er een. Ja. Ik heb trouwens wel nog iets anders. Hij zit volgens mij in de stripclub. En wat mij trouwens handig lijkt om te doen, is niet direct all weapons all naar binnen te gaan. Omdat je dan nog wel paniek kan veroorzaken. Ja, en er zijn ook nog wel veiligers die gewapend zijn hier. Het blijft natuurlijk Los Santos. Ja. Dus laten we gewoon eerst als klanten naar binnen gaan. En even de place gaan checken. En kijken waar die zit in de stripclub vanavond. Mm-hmm. Of zometeen. En als we weten waar die zit, dat we dan gewoon weer naar buiten gaan, in de auto stappen, onze bivakmutsen aan, opzetten. Misschien nog even van uniform veranderen, weet ik veel, andere kleding aan. Zodat we niet dezelfde persoon lijken en dan naar binnen gaan. Want als we natuurlijk weten wie we zijn, door camerabeelden of zo, dan hebben we straks de hele politiekorps achter ons aan. En daar zit ik eigenlijk niet op te wachten. We moeten ook even in de gaten houden of er camera's hangen. Als die er hangen, dan schieten we ze kapot. Dan zijn in ieder geval die beelden niet meer zichtbaar. Ik weet in ieder geval wel... Dat dus zodra wij buiten beginnen en de beveiliger uitschakelen, gaat er een alarmpje op waardoor iedereen helemaal gek wordt in de stripclub en naar buiten rennen. Dus ik ben bang dat er ook gewonden gaan vallen die niet de bedoeling waren, maar... Oké, nou laten we proberen zo min mogelijk... mensen dan jouw boot, toch? Ja, nou,
Ik weet niet, ik vind dat een beetje hard. Maar we gaan ons best doen om in ieder geval niet onschuldige mensen te doden in de stripclub. Laten we ook ervoor zorgen dat de dames in de stripclub heel blijven. Want die wil ik later graag nog een keer bewonderen op een ander moment. Met mijn zwaar verdiende geld. Dus laten we die even leven. Ik koop ondertussen even wat kogels. Ik zie dat er aardig wat kogels op zijn gegaan de laatste tijd. Dus dat betekent dat we veel werk hebben gehad en veel jobs en veel dingen hebben gedaan waarvoor we kogels nodig hadden. Dus ik, heb je die handgun al gekocht? Die ene, die dikke, helemaal, ja, die ja, heb ik volgens mij. Heavy revolver. Nee, die is echt vet, man. Die is ook one shot, one kill. Net zoals die ouderwetse bovenste. Ik denk dat ik wel een axe die beveiliger al neer heb. Ik vind dat ook wel leuk. Dus in ieder geval weet ik zeker dat die niet meer opstaat. Waarom niet met de hamer? Of met die antiek... Nee. Ik denk dat het beste is dat je die switchblade gebruikt. Want die kun je zo uitklappen, zo, weet je wel. Dan zet je hem gewoon in zijn rug en dan klap je hem uit. Of niet? Ja, dat kan ook. We kunnen hem ook met een boksbeugel neerslaan, dan is hij tenminste niet dood. Dan ligt hij wel op de grond. Ja, ik weet niet, man. Een boksbeugel die ik heb, die heeft van die, weet je wel, van het kaartje. Die hartjes en die klaveren. Weet je wel, die puntige dingen. Oh ja, die zit op bij mijn boksbeugel. Dus ja, maar ik denk niet. Volgens mij wel een slagaderlijke bloeding. Ja, daar heb je wel een punt. Ja. Inderdaad. Nou, ik heb ook een mooie boksbeugel. Laten we kijken wat we gaan doen en wat het beste is om deze missie te kunnen completen. Ik heb in ieder geval allemaal spulletjes waarom gekocht. Waarom gebruik je deze niet, Stefan? Kogelvrije vesten. Zo, ja, kogelvrije vesten heb ik. Wat moeten we kopen? Die gun daarboven. Als we die nou konden meenemen, als die ook echt zou zijn. Ik denk wel alleen als je de trigger overhaalt dat je dan een meter naar achter vliegt, want dat ding is net zo groot als een kanon. Maar zullen we nog even zo'n suit kopen? Kan je die hier kopen? Ondertussen drink ik nog even een colaatje. Even kijken. Zo. Oh my god, kijk dit! Stefan! What the hell? je lijkt nu meer op de baas van de stripclub in plaats van de... What the fuck? Even kijken, onder wat viel oh die? Oh my god. Oh, dat zijn die nieuwe kleren. Wow, ja, outfits business smart. Dan heb je de gentry en... Oh, maar deze is wel pimp. Hé, zo moet jij je ook kleden, man. Zo zien we er wel een beetje uit als de rijke gasten voor de stripclub. Ah ja, oké. Okay, wel trek dit ook aan. Trek dit ook aan. Dat witte pak, man. Business smart staat hierbij. Business smart, oké. Okay, zo eens kijken. Yeah. Die witte met die hoed. Oké, okay, there we go. Ja. Kijk, there we go. Nou zien we... Yeah. Ja, nu kunnen we het wel doen. Ik voel me nu eigenlijk. Hey, niet de Brothers in Black. Hoe heet dat nog maar? Back Brothers in White. Nee, van. Die heeft vast Trevor bezorgd voor ons. Nou, er zit nog wel een meneer in. Volgens mij is hij een beetje chagrijnig, omdat de helikopter in de weg staat. Maar dat is de helper van Trevor. Zie je? Ja, wacht even. Oké. Nee, hij is niet de helper van Trevor! Nee, niet dood, oh my god, mijn hoed! Ik pak mijn taser al. Even kijken. Oh, je hebt geen taser zitten natuurlijk in de. Nee, je hebt geen taser. Wacht. Ik heb niet doodschieten. Ik heb dit. Ik heb zo'n ding. Zie je, hij wordt bang. Oh, hij heeft nu een wapen. Kijk uit. Maar in de tussentijd, hou jij maar bezig, dan neem ik zijn auto mee. Oh. Ah, wacht. Ik wil wel mee. Maar dit is niet echt. Laten we even een andere auto zoeken, man. Want we hebben zo'n nice suit en dan komen we met zo'n familie. Ja, maar weet je, wij... Ja, we hebben wel... Maar dan valt het wat minder op. We zetten die auto wel om de hoek neer. Dan zoeken we wel uit waar we gaan ontsnappen. Onze suits zeggen money en onze auto zegt... Skeer. Ja. Weet je, dus dat klopt niet helemaal. En nee, hoe heet die ene serie nog maar? Want daar vind ik ons echt op lijken. Men in Black? Men in Black, toch? Ja, volgens mij wel. Met Will Smith en... Ja, wij zijn Men in White. Weet je, wij zijn... agents. Die drift was wel mooi. Dat moet je toegeven. Dat is wel gewoon een high class drift. Pas deze auto niet wat beter bij onze suits? Die rode. Oh, shit. Daar is het heel wat crash op de auto. Okay. Kijk, wat is hier nog? Daarom. Nee, we gaan... Oh, deze auto! Deze auto! Nee, die is kapot lelijk. Wacht. Die witte? Ja. Nee. Pas bij onze witte suit. Was die een witte auto dan? Links van ons. Oké, wacht. Ik ga er even achteraan. Kijk, deze witte auto hier? Nee, toch? Ja. Die past toch bij onze suit? Dit is toch ook geen dikke auto? Kom op, zeg. Nee, het is geen dikke auto, maar hij past toch bij onze suit? Kijk dit. Dat is wel waar. Oké, stap in. Hoi! Nou, we hebben nu wel iets van politie achter ons aan, volgens mij. Ik zie dat we al twee sterren hebben. Ik weet niet of dat zo handig is. Nee. We vallen nu best wel erg op, namelijk. We zitten in een witte auto in twee witte pakken met hoedjes op. Ik denk dat dat wel een redelijk goed signalement is voor de politie.
Oh shit, ja, weet ik. Nul alleen achter daarom, ons aan. Maar dit, we hadden een auto. Dit nou we, de nu hebben we de Wout achter ons nee, aan. Maar, nee, nee. Ze, dit zijn corrupte politieagenten. Die achter ons aan zitten. Oh ja. Oh ja. Ze ja, zijn geen echte agenten. Het zijn, ik denk oh, we kunnen nog niet naar binnen. Aan. Want ze nee. weten... Oh my god. Rijd gewoon oh, niet hierheen. Oké, anders gaan we gewoon... We gaan gewoon hier doorheen. Even kijken, hier zit... weet die gast ook weer? Van die paar jaar geleden overal met die tenten stonden. Occupy. Het is gewoon de Occupy-beweging die hier zit. Ja, Occupy Amsterdam. Dit is Occupy Los Santos. Precies. Oh, oh, dat is paaltje. Sorry, we hebben nu wel wat krassen op de lak. Ik weet niet of dat heel erg is. We proberen de politie kwijt. Oh shit, ik weet niet of dit... Oh, nee. Stefan. Ja, sinds wanneer... Hij is prachtig. Ben jij nog... Ben jij ook naar die hertrainingsrijcursus gegaan? Waar je heen moest? Nou, nee. Dus je rijbewijs is niet meer geldig? Nee, dat klopt. Ik denk niet eens dat ze achter ons aanzitten omdat we een auto hebben gestolen. Ik denk dat ze gewoon weten dat jij in deze auto aan het rijden bent. Gewoon jouw rijgedrag. Dat zou best wel eens kunnen. Oh, nee. Ja. Mijn rijgedrag is hartstikke goed hoor. Daar is helemaal niks mis mee. Alleen Nee. De auto is gewoon crap. Ja. Daar komt het door. Ik zet hem hier neer. Oké, we zijn de politie kwijt. Ja, bij Weasel News. Handig. Hè? Dan kunnen ze direct ook uitzenden. Live we hebben alleen wel een nieuwe auto nodig, denk ik. Voordat we naar de stripclub kunnen gaan. Kijk, komt hij net aanrijden. Ik vind het wel een mooie. Nee. Die auto is niet mooi. Nee. Ik weet wel een mooie auto kunnen scoren. Deze auto. Ik zet dan een waypoint. Punt. Nee. Instappen. Nee, ga hierheen. Ja, die is mooi. Nee, stap in. We moeten gaan. Jongen, als we naar de Los Santos Customs gingen, konden we een dikke gepimpte auto pakken. Kom, stap in. Niet slaan, niet boos worden. Nee, ik wou niet slaan. Nee, per ongeluk. Nu zien we er wel echt uit als zakenmensen, toch? Dit is een mooie auto. Oké, nu is het tijd om richting de stripclub te gaan. En van mij moet ik omdraaien, want we rijden fout. Oké, there we go. Ik vind de kleur niet mooi. De kleur is inderdaad afschuwelijk. Maar dat maakt niet uit. Oké, staat de waypoint nog steeds aan de stuk? Auto! Nee, ik had hem gezet op de Los Santos Customs. Zet hem dan nu weer op de stripclub. Geen auto op dit gebied. Het is niet eens onze eigen maar auto. Daar kun je toch mooie auto's vinden? Hè? Dat snap je toch wel, Stefan? Hè? Los Santos Customs, mensen die hun auto's klaarstaan, die zetten ze daar even op de parkeerplaats. Dan kunnen mensen hem ophalen. En dan pakken wij die auto. Weet je, zeggen van, we komen onze auto ophalen. We hebben de sleutel vergeten, hebben jullie de reservesleutel nog? Geven zij ons die reservesleutel, pakken we die auto. Ja, weet je, hebben een mooi gepimpte auto, helemaal gratis voor niets. Doen we de volgende keer wel. Dan gaan we een keer naar de Los Santos Customs toe. En dan gaan we daar even de hele boel overhoop halen en auto's chatten. Vandaag moeten we opschieten, want ik weet niet hoe laat het nu is. Hoe laat is het in game? Even kijken, 14 uur. Ik geloof dat hij ergens straks de stripclub inkomt. Dus als we er op tijd zijn, misschien zien we hem binnenlopen. Of misschien zit hij al binnen. Ja. Een corrupte politieagent. Waar kunnen we hem aan herkennen? Zijn er kenmerken? Of moeten we gewoon even kijken of we zijn gezicht kunnen herkennen? Waarschijnlijk heeft hij een litteken op zijn gezicht. Weet je, dat is echt wel... Criminal crook, weet je wel. Echt standaard movie crook. Zo'n litteken over zijn hele gezicht. Ja, dat met zo'n scarf. Oké, doe je guns weg. Ding uit je hand, want de beveiliger ziet dat zo. Dude, je loopt nog steeds met een koevoet in je hand. Nee hoor. Oké, mooi. Hallo! Oké. Hallo. Hallo mensen. Ik maak even een praatje hoor. Welkom! Hey man, alles goed? Ja man. Ja, ik ga een leuke tijd hebben. Ik ben hier met mijn maat, Stefan. I want to see some bitches. Oké, we gaan naar binnen. Ja, we komen hier gewoon chillen. We komen hier niet om hier iemand te vermoorden. Zo. Nee, dan weten ze in ieder geval dat wij niet zijn straks. Het is wel rustig in de club vandaag. Het is natuurlijk nog vroeg. Misschien volgens dat mij, hij is hier later... Niet eens. Nee, volgens mij is hij er niet. Nee, hij is er nog niet. Oké, dan laten we dan maar snel weggaan. Achter? Voordat ze ons zien op de beveiligingscamera straks. Nee, hij is er niet. Ja, maar ik bedoel... We gaan zo meteen toch nog een andere... Je hebt toch een ander pak meegenomen? Dat heb ik toch verteld? Ja, dit dat is waar. Maar we moeten weten of hij er is. Maar hij is nog helemaal niet. Dus dan moeten we weer gaan. Alleen, die gast, je hebt net lopen praten met die beveiliger. En die zegt, we gaan een leuke tijd hebben. En nu denkt hij van, hey, ze gaan nu alweer weg. Ja, sorry, mijn dame waar ik graag iets mee wou doen achter, die is er niet. Dus ik kom op een laat tijdstip. Hey, wat zei je nou tegen mijn vriend? Wat zei je nou tegen mijn beste Mattie? Ja, niks dat dacht doen. Ik ook. Hè? Beter kijk je weg. Beter kijk je weg. Ja, dat dacht ik ook. Andere kant op kijken nu. Ja, goed zo. Oké. Ik laat het weet instappen. Je, hij duwde jou. Hij duwde jou, Stefan. Duwde hij mij? Waarom duwde hij mij? Ik had helemaal niet door. Ja, weet ik niet. Ja. Dus, mafkees, zeg. Oké, hij duwde in dat je geval... niet echt, hoor. Hij maakte een beetje zo'n beweging. En dan keek je vies aan.
Ja, hij dacht waarschijnlijk van dat we te snel weg. Dus hij was niet zo blij mee. Niet zo hard de remmen indrukken, Stefan. Je hebt toch geleerd? Langzaam remmen. Langzaam. Zoiets als deze gevoel. Manier. Kijk zo en dan... En we hebben weer een krasbelak. Damn. Het is toch niet onze auto, joh. Het is toch niet onze auto. Op welk moment zou die er wel zijn? Even kijken. Het is nu 15:30. Het is niet echt een tijd om naar een stripclub te gaan, moet ik eerlijk zeggen. Dus hebben we nog iets anders wat we in de tussentijd kunnen doen? Volgens mij is het 5:30. Ja, volgens mij komt hij wat later. We kunnen inderdaad nu wel naar de Los Santos. Heb jij je extra ding meegenomen? Mijn extra ding? Ja, je extra kleding. Ja, ik heb mijn pak nog in de achterbak liggen. Die moeten we niet vergeten uit de achterklep te halen, zoals we een nieuwe auto hebben of iets. Gaan we zo in een andere auto die kant op, of hebben we een ander plan? Ja, maakt mij niet heel veel... Oh, naar rechts! Mooie witte auto. Die past bij ons pak. Precies. Even kijken, there we go. Dit is wel een mooie auto. Ja, sowieso. Deze nemen wij mee. die rode ziet er ook niet verkeerd uit. Oké. Stripclub tijd, even kijken. Het is nu bijna 4:00. Zijn routine was 5:00, zei je? 5:00, 5:30 komt hij meestal binnenlopen. We kunnen deze Koyon nog wel even, deze mooie elektrische auto, door de wasstraat halen. Zodat hij er helemaal perfect uitziet. De wasstraat zit hier? Of niet bij deze benzinepomp? Nee. Weet jij waar de wasstraat zit? Nee, achter ons. Doe je waypoint zo? Oh ja, ik zie hem al. Ja. Oké, ik ga de kant op van de wasstraat. Ja, nee, ik zie al waar die is op rond de kaart. Okay. Ik vind het wel een chille auto. Hij is ook wel lekker stil en hij is best wel snel. Hij trekt best wel hard op. Ja. Ik heb normaal niet zo op elektrische auto's, maar deze auto is wel nice. Ja. Oké, dan gaan we hier bij de wasstraat. Dus deze is volgens mij vanaf de andere kant erin. Dan werkt hij ook. Dat is veel vragen. Echt mooie auto. Maak die mooie auto schoon. Hè? Mooi schoon auto. Okay, dus ik heb het raampje er wel uitgetikt, dus het kan zijn... Ja, en dan als het goed is moet je pijltje opzij drukken of zo, kost $10 of zo. Misschien kan het niet met z'n tweeën, ik weet niet. Hij werkt wel. Naar mij strijden? Stomme wasstraat, die hebben we ook helemaal niks aan. We gaan nu gewoon een auto wassen van iemand die we hebben of een auto hebben gejat, hè? Ja, klopt. Doe het, was mijn auto! Het lijkt erop dat er niet zo heel veel gebeurt, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee. What the fuck? Oké, volgens mij is die out of business. Of out of order. Weet ik veel hoe je dat noemt. Oké, nou ja, dan gaan we niet de auto wassen. Dan gaan we nu gewoon naar de stripclub. Ja, tijd om naar de stripclub te gaan. Oké. We hebben lang genoeg gerekt. Let's do this. Laten we hopen dat hij nu aanwezig is. Want ja, als hij niet aanwezig is, is het ook zo lastig. Het is inmiddels 4:15. Dus ik denk dat hij elk moment wel kan binnenkomen. Waar is de stripclub eigenlijk? Ik zet er gewoon waypoint op. Ja, de stripclub is hier zo. Waypoint staat. Zijn er al bijna. Oké, laten we wel een beetje normaal aanrijden. Heb je dat filmpje gezien? Dat scheelde niet veel. Ik leek wel die guy in die Audi op de snelweg. Met dat filmpje die kan je wel volgens mij dood. Maar in ieder geval, dat is niet van toepassing. Maar in ieder geval, we zijn er. Oké, mooi. Laten we naar binnen gaan. Oh shit, hij glijdt wel heel hard door. Oké, laten we hopen dat hij nu aanwezig is. Ik denk het wel. Het is nu namelijk 5:00 geweest. Hij is altijd vaste tijd 5:00. Komt hij binnenlopen. Omdat hij waarschijnlijk daar ook illegale zaken doet als politieagent. Om hier bepaalde informatie vrij te geven. En dingen die niet helemaal 100 zijn. Dingen die je niet hoort te doen als een politieagent. Het lijkt me ook een beetje raar als politieagent. Als je ook in een stripclub gaat, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ik ben natuurlijk wel een soort van voorbeeldfunctie. Wacht, stop. Moeten we onze kleren nog veranderen? Of nee, we hebben tegen iemand gezegd dat we terugkwamen voor die andere chick, hè? Ja. Ja. Come on in! Hallo. Ja. Ja, okay, ja. Hij lijkt vriendelijk. Hallo, ja. Hij is vriendelijk. Ze is nu aan het werk, toch? Ze is nu aan het werk. Ja, oké. Nogmaals, we komen. Oké. Oh, hij zit hier. What the fuck? Wat heeft hij rare kleding aan? Ja, dit is hem toch? Of niet? Niet echt uit als een politie. Ik denk niet dat je dat moet zien als een politieagent. Is hij geen politieagent? Nee. Ik weet niet hoe hij zich in zijn vrije tijd kleedt. Hij leek er een beetje op. Want volgens mij is het wel een donkere meneer, de chief van de politie. Ja, ik zit of is het hem? Dat hij, misschien dat deze man met zit. De bril. Hij ziet er meer uit als iemand die veel te veel bloot. En deze man met die witte shirt? You gotta pay to play. Ik weet niet. En deze meneer hier dan? Deze guy is het volgens mij. Ja, dit is hem! Dit is die gast! Wie? Deze kerel! Deze? Hier zo?
Ja. Met die Simpson. Simpson. Staat dat op zijn rug, Simpson? Ja, volgens mij is Simpson dat... Simpson 05. Hij doet een beetje... Ga weg, mevrouw. Ik heb geen zin in u. Ga weg. Ik heb u nu nodig. Get away. Nee! Nee. Ja, die vrouwen, die willen... Ja, ik snap dat al die vrouwen achter ons aanlopen met die mooie kleren aan, maar... Ja. Oké, we weten ervan dat hij aanwezig is. Ik heb een idee. Vertel. We hebben gelezen wat op zijn shirt stond, toch? Simpson. Simpson 005. Als we nou gewoon buiten een bom laten oploffen, dan rent iedereen naar buiten, waardoor er helemaal madness is. En dan weten ze dus niet dat wij dat waren. En in de paniek kunnen we hem dan uitschakelen. En dan switch je even van kleren. Laten we dat hier om doen. Dat is wel goed. Oké, wacht. Dan moeten we even naar de hoek lopen. Voordat ze ons doorhebben. Ik ga hier lekker achter het muurtje staan, zo. Niemand die ons ziet. Ondertussen, wacht, het zat in de achterklep van de oude auto. Maar dat heb ik toevallig nog meegenomen. Oh, wacht. De achterklep zit niet daar. De achterklep zit voorin, volgens mij. Bij deze auto. Oké, ik ga snel even switchen. Zo, ik heb al Suarez, stoere boy. There we go. Ik denk niet dat ze het nu nog heel serieus nemen. Ik pak de C4. Pak jij de gun dan? Ik heb nog één C4. Ik ben mijn C4's gewoon vergeten mee te nemen. C4? Ik heb wel een handgranaat bij me. Als je... Weet je zeker dat ze allemaal naar buiten komen rennen dan? Ja, als het goed is komen ze naar buiten rennen. Oké, dan gooi ik een sticky bom op het dak. En ik denk dat ze daar wel iets van merken. Ik ga op afstand staan. Oh ja, ze beginnen al te rennen. Ja? Eentje begint te rennen. Dus Oké, de explosie is afgegaan. Goed op de deur letten. Ze rennen nu. Kijk uit of die via de vooruitgang naar buiten gaat. Oh, de security guy begint te schieten. Oh my god, op wie schiet hij? Op jou. Op wie schiet hij? Schiet op jou? Staat nee, op jou. Is dat hem? Nee, hij had geen witting op zijn hoofd. Is guy die ik eerst dacht die het was. Ja, wacht, we gaan gewoon kijken. Go. Anders is hij misschien de noodopgang naar buiten gegaan. Ze kunnen ons toch niet zien. Waarom kunnen we geen wapens Ik zie hem hier. Hier loopt hij. Hij rent naar buiten. Lopen, hij is naar rechts gegaan. Oh, kut. Ik ga erachteraan. Ren. Gaan we knallen? Ik kan niet rennen. Ik heb hem volgens mij zijn been geraakt. Oh, there we go. Ik kan rennen. Politie. Oh, shit. Oké, wacht. Ren door. Is dit hem? Wacht, dit is hem. Simpson 05. Ja, dit is hem. Ja, oké, politie is er ook. Oké, shit. Hoe gaan we dat doen met de politie? Oh, politie loopt op het schieten. Ik word flink geraakt. Terug naar onze witte auto. Binnen doorrennen. Jij rent buiten door. Oh, shit. Oh, Joey, ik heb twee agenten uitgeschakeld, kut. Ik heb twee agenten uitgeschakeld. Oké, dat is niet zo mooi. Dat betekent dat we waarschijnlijk nu een grote probleem hebben. Ik heb nog één mini-streepje politie. Oh my god. Jij moet rijden. Ik moet trekken. Oké, stap in. Kut, verkeerde kant. Nee! Komt de politieauto aan. Ga weer schieten. Go. Let's go. Oké, we gaan hier door. Snacks. Ik heb geen snacks meer. Kut. Oh, dat is lastig. Body armor. We hebben inmiddels drie sterren achter ons aan. We proberen te ontsnappen. Waar moeten we heen? Waarom gaat nooit iets als gepland, Stefan? Oh my god. Ja, je had toch naar de supermarkt moeten gaan, dat zei ik toch? Ja. Fuck! Ja, ik weet nog dat je het zei toen ik op je boot aankwam. Toen zei je nog, moet je nog naar de supermarkt? Toen zei ik, nee, dat hoeft niet. Ik moest er snel. Kut! Oké, door met deze auto. Lijkt erop dat de politie ons niet echt meer bij je kan houden. Heb jij hem geconfirmed, de kill, of niet? Ik zag Simpson 05, maar was het hem? Volgens mij was hij dood. Ik zie daar een helikopter aankomen. En daar weet ik wat wel. Ga je doen? Vuurwerklauncher. Dat is een vuurwerklauncher. Hij ziet mij niet. Ze zien me niet. Oh shit, ik heb hem gemist. Oké, instappen. Waar is onze auto in? Stap in. Hier. Rijden, we hebben drie sterren achter ons aan. Go. Er komen nog twee politieauto's aan de overkant. En waar gaan we heen? Hebben wij een ontsnapplan bedacht? Nee, dat zijn we vergeten. In ieder geval, ik denk dat... wat de hel? Ik denk in ieder geval dat Trevor blij zou zijn met ons. Misschien dat hij ons... dat hij mijn boot met rust Misschien blaast hij onze boot nu niet op. Ja, inderdaad. Nou, ik hoop het. Oh shit, ik heb wel een beetje lag volgens mij. Kijk uit, politieauto de tunnel. Jouw ogen kunnen mijn snelheid niet aan. Dat is het. Het is lek. Ja, dat zijn je ogen. Oké, ik zie heel erg veel politie. I invent it! Oh my god. Nee. Oké, goed zo. Ik heb hem weer onder controle. Ik heb de speed of light geïnvent, weet je. Dat was mijn ontdekking. Dat is snel kunnen.
Stefan, hou je vast. Oh, kut. Boom. Oeh, shit. Dit is niet zo mooi, Joey. What nee, you doing? Dat had ik niet meegerekend. Ik had die boom niet meegerekend. Sorry, het spijt me. Oké, we hebben nu wel echt een probleem. Er zit echt veel politie achter ons aan nu. Yep, ik ga terug naar de tunnel. Tunnels zijn altijd veilig. Althans, dat zijn we moeder altijd. Ik heb ook geen C4's bij me, dus ik kan niet heel makkelijk politieauto's raken. Ik moet echt met mijn granaten gooien. En ergens heb ik een beetje een fobie met granaten. Ja, ik weet het. Nee, dat was met stickies, man. Ik had toen een keer een stickie in mijn hand en toen schoot de politieagent op de stickie. Oh ja, dat kan ook gebeuren. Ja, granaten, als je die uit de auto gooit, heb ik ze soms veel te lang vast. En dan kunnen ze ook ontploffen. En dan boom. Dat is inderdaad niet zo mooi. Ik zag daar een politieauto. Gaat hij nog boom zeggen? Ja, of zei inderdaad. Waar is de metrotunnel? Ik denk dat we naar de metrotunnel moeten, man. Want de metrotunnel die is wel hier ergens in de buurt, geloof ik. Alleen die zit aan de linkerkant. Zit hij hier niet? Ja, ik denk dat ze ons... Ik denk dat ze niet stoppen met achtervolgen. Want als wij nu niet stoppen met achtervolgen... Weet je, ze stoppen denk ik niet met achtervolgen. Want we hebben gewoon hun chief uitgeschakeld. Waarom gooi je granaat daarheen? Oh my fucking god. Hoe de hel gooi ik hem zo ver vol? Geen idee. Ik weet het echt niet zeker hoe je dat doet. Oké, waar gaan we heen? Eens even kijken. Ik weet het niet. We hebben in ieder geval heel veel politie achter ons aan. Laten we eens even een waypoint zetten richting... Misschien kunnen we in het havengebied wel ontsnappen. Ik weet het niet. Het is wel dicht bij mijn jacht. Ligt daar geen boot? Nee, volgens mij niet. Misschien moeten we via een boot. En dan kunnen we weer bij jouw jacht eraf. Is dat geen slim plan? Oh, fuck! Voor mij liggen er geen boten daar. We kunnen wel naar de haven rijden. Die zit hier zo. Alleen, ik ben er wel eens vaker geweest. En voor mij liggen er niet altijd boten. Dat is een beetje het probleem. Maar laten we de waypoint heen zetten. Laten we even kijken. En laten we ervoor zorgen dat we niet het water inrijden als we proberen een boot te pakken. Ah, oké. Okay. Ja, nee. Volgens mij heeft deze auto wel goede remmen. Die vorige auto had gewoon geen goede remmen, Stefan. Ja, dat was niet mijn schuld. We kunnen ook het treinspoor volgen. Het metrospoor. Laten we eens even kijken of er een boot ligt. Dat is al lang geleden. Oké. Okay. Het is echt heel lang geleden dat ik met een boot heb gevaren. Probeer hem op de weg te houden. Oh my god. Zag je die drift? Oh shit. Oh ja, dat is een mooie drift. Ik zie dat we 3 sterren hebben. We proberen nog steeds te ontsnappen. We moeten hier... Waar moeten we heen? Omdraaien. Er komen weer meer politieauto's aan de linkerkant. Onze sterren beginnen in ieder geval te knipperen. Hier ergens is het haventrein. Ja, hier zo. Oké, rustig rijden. Even kijken, is er een bootje die we mee kunnen nemen? Of zijn er geen boten in GTA Online? Dus even kijken. Waarom liggen er nooit boten hier? Ik snap het echt niet. Er zijn zeker wel boten. Er moeten boten zijn. Ik weet zeker dat er boten zijn. Ik heb vaak genoeg gevaar in GTA Online. Ja, ik zie ook helemaal geen boten. Hier ook niet. Niet eens jetski? Een skibootje, helemaal niks. Jetski? Hebben ze een jetski? Met z'n tweeën hebben jetski. Kan. Kunnen we ook ontsnappen? Zet Het staat. Ik hoop dat ik hier goed rijd. Oké, waypoint staat. Oké. Kut. Nee, de auto zit vast! Oh my god. Je hoeft niet helemaal te letten op de waypoint, want hij leidt je een beetje om. Maar je moet gewoon zo snel mogelijk rechtdoor bij het strand. Ja. Ik weet het. Ik zat erin aan de pier en dan naar beneden springt. Hier rechtdoor en dan de volgende naar rechts. Hier zijn we bij de maskershop. Oh shit. Oké, drie sterren. De sterren knipperen nog steeds. Het is toch niet onze auto, Stefan. Dat is wel helemaal waar. Gelukkig maar. Hippies! Ja, zelf niet met deze ik haat hippies! Oh, ik knalde even wat hippies dood. Ik zie daar ook een politieauto aankomen. Kijk uit, hier is water. Oh shit. Yeah. Ook maar net. Dus even kijken liggen. Oh, een speedboot! Hier ligt een speedboot. Een speedboot! Yes! Oké, stop. Oh. Nou, wacht. Ik zeg nu blub. Ik ga nog rennen naar die boot. Go. Yes. Oké, go. Go, Stefan. Kom. Okay. Yes. Ik zit. Oh, fuck. Oké, go. Jij ook zitten? Oké, go. Er zit al een helikopter boven. Go, achteruit. Achterwaarts. There we go. We worden nu beschoten. Schiet jij even terug op die politieagenten. Ja, ben ik mee bezig. Achterwaarts. Nee, shit. Stefan. Don't do this. Oké, ik ga gasten, there we go. Niet doen alsof je goed in varen bent nu. Gewoon doen wat je kunt en niet meer. Ik doe mijn best. Oké, ik denk dat we nu een heel stuk rechtdoor moeten. We moeten langs het vliegveld varen. En dan richting mijn jacht. Enig probleem is, we worden achtervolgd door een helikopter.
Misschien moeten we anders even stoppen om een stinger te pakken. Ik probeer hem te stikken. Dat gaat nooit lukken. Oeh, dat was bijna. Oeh, dat neem ik terug. Dat was wel heel dichtbij. Oh, fuck, dat is heel ver weg. Pakken we er nu op. Ga dood! Ja, ik kan alleen als je vaart kan ik hem erop plakken. Oh my god, proximity mine dan. Kan ik die erop plakken? Dat zou vet zijn. Vliegen zo. We stoppen de boot af. Er zijn geen vijandelijke politie. Oh, shut the hell! Wacht even hoor. Laat me. Ik wil erin. Word beschoten. Stop met varen. Okay. Nou, achterop. Ik pak een stinger. Haal hem uit de lucht. Dat is een vuurwerk launcher. Nee, dat niet. Go! Oké, stap in. Go! Politie achter ons! Ik zie een politieboot. Oh my god. We worden achtervolgd door politieboten. In onze ontsnapping. Op de moord van een corrupte politieagent. Ze doen natuurlijk alles aan om ons te pakken. En ik wil graag ontsnappen en ik word helemaal gek. De boot stuit echt enorm veel. En ik heb echt veel moeite. We hebben inmiddels 2 politiehelikopters boven ons. En we worden achtervolgd door een aantal politieboten. Waar is je jacht? Zeg het nu, waar is je jacht? Want ik ga dood. Dit is aan de andere kant van het vliegveld. Andere kant van het vliegveld. Kut. Ik word zo hard. Inmiddels hebben we 4 sterren te pakken. En er wordt flink geschoten uit die 2 politieboten daar. Oh shit, ja, niet alleen daar, die helikopters. Kunnen we geen proximity mines gooien? Die killen ons. Even kijken, ik kan niet schieten met een goede gun. Dan moeten we echt stilstaan. Dan kan ik ze uit de lucht schieten. Maar er zijn ook politieboten in de buurt. Als ik nu stop, ben ik dood. Ik stap even op. Stop! Ik slig in het water. Kut, Stefan, wat doe je? Ja, weet ik veel. Ik druk alleen op I om op te staan en niet om uit de boot te springen. Ja, dat kan niet. Waarom kan dat niet? Uit de boot, Stefan. Dat staat nergens omdat dat zo is, dat is GTA. Nee, vroeger kon dat niet. Vroeger kon je gewoon uitstappen zonder dat je uit de boot viel. Oh, fuck. Als ik hierdoor dood ga door jouw savings. Oh my god. Oké, stap in. Ik ga dood. Stefan, als je nu het instapt, ga ik dood. Ja, er heeft een beetje moeite. Nu sta ik gewoon. Dat het rare was. Oké. Ja, weet ik. Maar het maakt niet uit. Niet nog een keer proberen. Het maakt niet uit dat je ze niet kan schieten. Als we eenmaal bij je boot zijn, activeer je gewoon je antiluchtsysteem, oké? Ja, is goed. Activeer het nu. Ik wil gewoon niet dood. Oké, vaar maar als een gek door. Dan ga ik even zo snel mijn kapitein bellen. En inmiddels word ik ook geraakt. Oké. Waar staat mijn jachtservices, there we go. Jacht defense kan ik niet aanzetten nu. Waarschijnlijk omdat ik niet op de boot ben of omdat ik politie achter me aan heb. Defense set is disabled during a mission. Wij zijn helemaal niet bezig met een missie. We zijn geen missie aan het doen. Ja, eigenlijk wel. Missie voor het Ja, een missie voor onszelf. We hebben in ieder geval 4 sterren politie achter ons aan. Ik hoop dat we het nog weten te redden richting ons jacht. Ik zal even mijn inventory kijken of ik een waypoint op jacht heb. Jacht zit gewoon een stukje verderop dan links. Je ziet niet heel veel meer hoor. Je krijgt echt geen kaartstreep ofzo. Maar ik zie helemaal niks. Dus ik weet niet, ik ga naar niks. Snap je wat ik bedoel? Oké, het is ongeveer nog zo'n 5 kilometer rechtdoor. Oh my god. I don't wanna die. Oké. Ondertussen worden we nog steeds achtervolgd door de helikopters. Er zitten nog steeds politieboten achter ons aan. Wat moeten we gaan doen om deze te ontsnappen in deze boot? Oh shit. Nou, als we eenmaal op jouw boot zijn, hebben we cover. 2 helikopters. En als we cover hebben, kunnen dan we kunnen ze wel uitschakelen. Maar komt de politie dan niet gewoon met z'n allen helis landen op onze boot? Ja, maar dan pakken we toch de heli van je boot. En dan vliegen we We kunnen ook nog wegvliegen inderdaad. Het lijkt er wel op dat de sterren begint te knipperen. Mijn boot is zo snel. Ik zie niet eens weten waar ik ben. Oh, ik zie daar helikopters. Waarom schiet je op ze? Ja, omdat ze nog steeds een soort van afstand aan zitten. Oh, er komt ook een politieboot tegenover ons aanvaren. Waar is die? Daar is die. Oh, ze hebben ons niet gezien, dat is netjes. Oké. We moeten richting het jacht. Wacht even hoor. Ik zie nog steeds helikopters achter ons. Oh shit. My god! Ik probeer die licht uit te schieten. Misschien zien ze ons nog niet. Oké. Waar is... Oh shit. Ik denk dat we ze kwijtraken. Nee. Oh, boot. Raken nu al. Oké, wacht, pak die boot. Schiet die politieboot kapot. We hebben inmiddels 2 sterren. Hè? Waar zijn we nou gewoon... We hebben minder sterren gekregen. We zijn sterren kwijtgeraakt. Oh my god. Voor mij waren we de politie gewoon 1 seconde kwijt. We zijn gewoon 1 ster kwijt. En door het schieten op die boot, waarschijnlijk hebben we zo gelijk weer teruggekregen binnen een seconde. Maar dat maakt niet uit. Oké, we varen nog steeds door naar ons jacht. We zijn bijna aangekomen. Inmiddels zie ik dat de politie ons al langzaam kwijt begint te raken. Ik wil eigenlijk nog wel even een dikke gunfight hebben op mijn jacht. Naar de politie toe. Ik zie daar gewoon een politieboot die eraan komt. Oh shit.
dan draai ik wel één keer voor jou. Omdat ik je mag, oké? Okay? Omdat jij nog een gunfight wil. We pakken die politieagent. Waar is die politieagent? Hier is die boot. Hey, Ah, dat is ook een manier. Varen ze gewoon van de boot af. Oké, gasten. We zijn nu wel heel erg dichtbij. Oh my god. We zijn bijna bij de boot. Ik word ondertussen wel een beetje zeeziek, moet ik eerlijk zeggen, op deze boot. Van dat gestuiter. Waarvan? Van mijn reis. Ja, ik word letterlijk misselijk. No joke. In real life. Door het gestuiten. Heb je een Oculus Rift op of zo? Nee, dat gelukkig niet. Want daar kan je ook wel een partij misselijk van worden als je dat GTA doet. Oké, ik spring eruit. Hoppakee. Ja, ik spring eruit. Ik zie dat politie langzaam richting onze boot komt. Kut. Snel naar je boot, snel op je boot. We moeten echt snel die boot in voordat de politie ons pakt. Kijk, klim erop, Joey. Yes. Oké, ik ben er. Inmiddels hebben we wel alle sterren nog steeds achter ons aan. Ik vraag me nog af of de politie ook op de boot gaat komen. Ik hoop het niet. Ze lopen nog steeds te schieten op ons. Ze hangen boven ons met een helikopter. Weg bij onze boot. Ik dit is onze boot. Of mijn kapitein misschien een plan heeft om weg te varen. Ik weet niet of hij dat doet nu, terwijl we aangevallen worden. Oké, ik ga nu even naar binnen. Ik ga even een babbeltje maken met mijn kapitein. At your service. Ik ben Mark Captain. Hier aan het uittesten op politieboot. Ik hoor dat er wordt geschoten nu, mijn jachtservices. Ik kan mijn jachtservices niet aanzetten. Ik kan wel toeteren, maar daar hebben we niet zoveel aan. Laten we eens even kijken. Hallo meneer. Oké, ik denk dat we maar ons jacht moeten gaan verplaatsen. We varen gewoon weg voor de politie. Ik leg hem aan de andere kant van het vliegveld neer. Oké. There we go. Oh my god, here we go! We gaan gewoon proberen te ontsnappen met het jacht. Dat is in ieder geval een manier hoe ik tot nu toe nog nooit ben ontsnapt, moet ik zeggen. Ik ben nog nooit met de jacht weggegaan. Het kost alleen wel een beetje duur. Het kost $25,000 om je jacht te verplaatsen. En dat is een redelijk dure prijs om de politie kwijt te raken. Het kost gewoon heel veel benzine. Het is gewoon een slurpding. Ja, nou ja, beter als een gevangenisstraf van waarschijnlijk je hele leven. Want zo gaat het nou eenmaal in Los Santos. Je wordt gewoon gelijk je hele leven opgesloten. En het lijkt er ook gewoon op dat we echt de politie kwijt zijn geraakt door deze actie. Dus dat hebben we goed gedaan, Joey. Nee, want ze komen er alweer aan. Stap in de heli. Echt? Oh shit. Dat meen je niet. Ja, stap in de heli. Ja. Nee, we zijn echt sterk kwijt. In ieder geval ik. Ik weet niet, ben jij ze nog ook kwijt? Wat vliegt daar achter ons dan? Kijk eens achter ons, een dikke politieheli. Oh shit. Hij hangt gewoon boven ons jacht. Joey. Hij achtervolgt. Maar hij denkt nog wel steeds dat we daar zijn. Dus als ik nu door blijf vliegen, denk ik dat ze niet meer weten we de politie hebben afgeschud. Dat we de sterren. Ja. We zijn ze kwijt. Ze hebben het opgegeven. Nice. Ik denk dat ze een jacht doorzocht hebben en dat ze ons niet hebben gevonden. Goed dat ik zei ben dat alleen wel bang stappen, dat ze misschien straks het jacht in beslag komen nemen. Oh, hier nog meer politie. En dan heb ik al een probleem, want dan had ik net zo goed die moord niet hoeven plegen. Want dan wordt mijn jacht alsnog meegenomen. Heb je nog andere kleding bij je? Ja, volgens mij wel. Nee, ik weet het niet. Ik zal even kijken. Accessoires? Anders land ik op jouw jacht en als er nog politie is, kleden we ons snel om. En dan zeg ik gewoon van business uitje. Oké. Ik land hem weer. Ik denk dat ze. Ik heb het gevoel dat ze al weg zijn. Handig dat je uit de heli springt. Misschien moet ik wel opgeblazen. Oh nee, wacht. Je had die venster daar niet aan. Nee. Oké. Ze zijn weg, man. Het is veilig. Coast is clear. Oké, ja. Doe wel even voorzichtig met mijn heli, alsjeblieft. Dankjewel. Oké, super. Geweldig. Ja, Joey. Ja, bijna. Oh. Luister, je weet ook dat er op die manier krassen op mijn boot komen, hè? Je beschadigt mijn boot momenteel. Nee. Hoezo? Hey, het is onze boot, ik heb net zo hard gewerkt. Ja. Dude! Mijn boot staat in de fik! Oeps. Oké, je heli wou niet landen. Ik heb hem daar geparkeerd, oké? Is dit een goede parkeerplek? Nee. Nou, ik ben inmiddels in mijn jacht. Ik denk inderdaad dat we de politie kwijt zijn. Dus Joey, ik weet niet of jij hier in de buurt spawnt, maar ik denk dat we er maar anders eventjes een drankje op moeten doen. En dan lekker met de jacht richting een zonnig gebied. Gran Canaria lijkt me wel een leuke plek om heen te varen, dus laten we die kant op gaan. Ben jij inmiddels al op de boot? Laten we dat doen. Someone is buzzing on the jacht. Oké, wacht, ik zou eens even de deur voor meneer open doen. En dan varen we zo lekker weg naar een lekkere, warme vakantiebestemming. En dan is Trevor ook hartstikke blij. Bus in, Killer J. Kom binnen.
Hello, my friend. Je mag je masker wel weer afdoen, by the way. Ik vind het een beetje eng staan, namelijk. Ja. Jongen, Mietje. Mietje. Nou ja, dan doe ik wel mijn helm op. Of zo. Oké. Okay. Nou, ik ga een mooi borreltje drinken bij deze mooie dame. Ja, iedereen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de video weer leuk hebben gevonden. Hebben jullie nog goede ideeën? Wat nou, wacht. Wat is er nou? Huh? Kijk mijn helm. Is dit ja, aangenaam? Nee, dat is prachtig. Ik snap dat je een helm op doet in mijn boot. Want ja, we verwachten nogal zwaar weer onderweg naar Gran Canaria. In ieder geval, ja, ik denk dat dit de video was. Ik drink er even wat bij. En ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Vergeet natuurlijk niet te subscriben op het kanaal van Killer J. Maar natuurlijk ook op mijn YouTube kanaal. En check ook onze social media. De links staan in de beschrijving. Ja, dit was het weer voor deze keer. En hebben jullie nog coole ideeën voor zelf verzonnen missies? Vergeet deze dan niet in de reacties te plaatsen. Want misschien kiezen we jouw missie wel uit. En dan krijg je natuurlijk hier een kleine shout-out voor. Iedereen, enorme dank voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Laters!